Als er zo ontzettend veel fundamentele veranderingen zijn buiten onszelf. Hè, dan kunnen we soms het gevoel hebben dat we de rust en het ankerpunt in onszelf misschien een beetje wiebelig vinden. Of dat we het misschien een beetje kwijtraken. Nou, dat is heel normaal. Maar hoe kan je nou wel in die rust blijven? En, en wat zie je jezelf nou ontwikkelen door de amount of time die je. Gekregen hebt om dus naar binnen te keren, dieper jezelf te leren kennen, uh, meer te gaan mediteren, meer in stilte aanwezig te zijn, meer, meer van jezelf te ontdekken. En laten we dan het woord gebruiken meer met openheid en nieuwsgierigheid naar mezelf te kijken en te kunnen zien van wow, ik verras mezelf gewoon. Ben jij jezelf nog wel aan het verrassen in deze tijd? Ben je jezelf op verrassende vlakken aan het ontwikkelen? Of ben je jezelf, zie je jezelf iets nieuws doen of iets anders doen? Of zie je je gedrag uh, dat die misschien een beetje verandert? Merk je dat je andere gedachten hebt? Of denk, merk je dat je meer ruimte gaat ervaren? Maar kijk je, en daar begint het mee, met een hernieuwde nieuwsgierigheid naar jezelf. Het lijkt wel, hè, vaak soms, of mensen een beetje... Ja, ik ken mezelf wel, of ik weet wel hoe ik werk, of ik weet hoe dit zit, of ik weet hoe dat zit, of ik weet hoe ik hierop reageer. En ik weet dat ik wel van uh, Vla hou en niet van yoghurt. Ik weet dat ik van uh, avonden niet uh, hou, maar ik hou wel van de lente. Ik hou niet van de winter en de herfst vind ik ook niet leuk bekijk ik mezelf nog met nieuwsgierigheid, kijk ik met die nieuwsgierige ogen naar mezelf en de wereld. Omdat als we die nieuwsgierigheid voelen, die energie ook kunnen focussen in bepaalde nieuwe dingen of vaardigheden te ontwikkelen, skill setting. Kunnen wij zelf onszelf opnieuw uitvinden? Wat een geëxpandeerde energie is en op een veel hoger bewustzijnsniveau ben je dus aanwezig in jezelf. Kan ik met een hoger bewustzijn mezelf aanschouwen en voelen in mijn lichaam dat ik die nieuwsgierigheid heb in mezelf? Niks is mooiers, niks is een grote cadeau naar jezelf om jezelf met nieuwsgierige ogen te bekijken. Want als wij onszelf bekijken met nieuwsgierige ogen, ontstaat er zoiets ook een nieuwsgierige en open blik naar buiten. En dat betekent dat we niet vast zijn en angstig, maar dat we een enorme flexibiliteit en een enthousiaste energie aan het genereren zijn diep in onszelf van binnen. Waarin we al in een hoger, hoger puur bewustzijn zitten. En waardoor er dus een enorme range van possibilities tevoorschijn komt. Dan bekijken we de situatie waar we, niet, waar we momenteel in zitten, zien we wel zoals het is. Maar we zien zoals je hier dus ook bijvoorbeeld ziet: je ziet dus allemaal doorgangen door mijn vingers heen. En dat is dus wat het ook is. Je ziet doorgangen, je ziet possibilities. Je ziet gangen waar we doorheen kunnen gaan. Je ziet gangen van licht. Je ziet gangen waar je met je bewustzijn eerder instantie nog niet eens een blik op had, omdat die Expansie van je bewustzijn er nog niet was, omdat je angstig vast zat. Gaan we een doorgang door van hoger bewustzijn en door dus die nieuwsgierigheid? En ik gebruik nieuwsgierigheid, lieve mensen, omdat dat een energie is die we makkelijk met z'n allen kunnen oproepen. Het is een energie die je makkelijk kan vinden en hervinden in jezelf. En het is ook iets wat je. In je gedrag of hè, als mens zijnde ook nog wel snel ergens kan vinden van in te doen. Hobbies vind ik zo'n kutwoord hier op planet Earth, dus laten we dat vooral niet zeggen. Ik heb het niet over dit kleine apparaatje, dus laten we nieuwsgierig uh, eindeloos scrollen s'avonds op dit apparaat. En ook ben wel nieuwsgierig naar hem of haar. Of naar het, of weet ik het wat allemaal. Nee, laten we een nieuwsgierige blik openen naar nieuwe dimensies, nieuwe bewustzijnsexpansies, naar nieuwe uh, vormen van mijzelf uiten. Omdat ik mezelf eigenlijk nog niet helemaal ken, omdat ik nieuwsgierig ben naar mezelf. Ik ben nieuwsgierig naar mezelf. En als je. Nieuwsgierig ben naar jezelf, dan word je s ochtends wakker in een hele andere energie. Dan denk je, wat fuck? Ik heb gewoon weer een dag hier. Ik ken mezelf helemaal nog niet. Laat staan dat ik die man naast me ken, of die vrouw die naast me ligt ken. Ik heb een dochtertje, nou, die weet je wel. Ik bedoel, die kent echt, uh, die is al, wow, weet je wel. En dan heb uh, <laughs> wordt er wel eens moe van, want dan heeft hij twee van die vrouwen die helemaal, wow. <laughs> Maar die wow, daar heb ik het wel over. Je wordt ochtends wakker. Ben ik nieuwsgierig in mezelf, naar mezelf? Ben ik nieuwsgierig naar de nacht? Ben ik nieuwsgierig naar de dromen? Ben ik nieuwsgierig naar de dimensies? Ben ik nieuwsgierig naar mijn ziel? Ben ik nieuwsgierig naar mijn hogere zelf en God? Ben ik nieuwsgierig naar mijn menselijk bestaan? Ben ik nieuwsgierig naar mijn lichaam? Als ik dit eet, wat doet dit dan? Als ik dit drink, wat doet dat dan? Als ik deze vraag stel aan mezelf, wat doet dat dan? Als ik mediteer en ik ga het op een andere manier doen, wat doet dat dan? Wat doet het als ik ga beginnen met tekenen? Wat gaat het doen als ik begin met koken? Wat, ga, wat gaat het doen als ik begin met tuinieren? Met filmen? Met designen? Met. Ontwerpen Met muziek maken, noem maar op. Maar geef ik gehoor aan een soort plat, platte versie aan mezelf, die gewoon vaststaat en waar geen ene uh, energievorm van nieuwsgierigheid meer zich in beweegt. Of ben ik open en flexibel en kan ik nieuwsgierigheid in mezelf voelen en kan ik de nieuwsgierigheid ook naar buiten brengen? Door de nieuwsgierigheid creëren we ook een nieuwe wereld. Dus niet misschien als een tegenbeweging, hè. Oh my god, the world is going down. Een Armageddon of de ap ap apocalyptus, waar we allemaal in zitten, wat mensen denken. Nee, is het misschien een nieuwsgierige blik in de tijd waar we in zitten, een nieuwsgierige blik naar de intense veranderingen, een nieuwsgierige blik naar. Wat mensen doet, bewegen, de nieuwsgierige blik naar oplossingen, de nieuwsgierige blik naar verlichting, naar hoger bewustzijn, naar een revolutie van bewustzijn. Ben ik nieuwsgierig? Dat is wel een mooie uitnodiging hè, voor vanavond. Ben ik nieuwsgierig? Nieuwsgierig is woedend.